Deze beschouwing die is speciaal voor Mohammedanen die Nederlands kunnen verstaan. Hij is speciaal voor Mohammedanen hier in Nederland. En ik zal om die reden zo rustig mogelijk spreken. Niet iedereen kan even goed en snel Nederlands verstaan. En ik vind het ook wel fijn om rustig te praten. Dus ga er maar even voor zitten. Ik denk dat ik een belangrijk verhaal te vertellen heb. Speciaal voor jullie. En ik denk dat mensen van Nederlandse afkomst het ook heel interessant vinden om te horen hoe het zit met de Mohammedanen hier in Nederland. En het is niet zo dat ik het me alleen bezig wil houden met Mohammedanen. Het is meer als voorbeeld. Behalve Mohammedanen hier in Nederland heb je ook Zoroasters en, nou, noem het maar op. Maar Mohammedanen die zijn veel in het nieuws. Daar hebben ze weer wat gedaan. Het is altijd weer die Mohammedaan. En dat is begonnen. Dat is begonnen eigenlijk met dat het woord Mohammedaan werd vervangen door het woord moslim. Dat is iets dat weten veel Nederlandstalige mensen ook niet. Men sprak hier in Nederland van Mohammedanen. Zo zijn jullie vanuit ons vizier. Jullie zijn volgelingen van Mohammed. De profeet, God zegen zij op hem. Dat is een prima woord. En dan weet ik dat je binnen het Mohammed, de Mohammedaanse stromingen, heb je ook zoiets als het Mohammedanisme. En dat is dan een sub van de Mohammedanen. Dus Shiiten vallen eronder, en Soenieten. Ja, net zoals wat je met een moslim hebt. Het enige is dat moslim, dat is Arabisch. En hetzelfde geldt ook voor het Mohammedanisme, dus de stroming. Dat heet nu islam, en dat is Arabisch. Dat heette bij ons helemaal geen islam. Het heette Mohammedanisme. Daar was verder geen probleem mee. Hier in Nederland heb je heel veel geloven gehad. Altijd. Heel veel Joodse mensen hebben hier in Nederland gewoond. Nog steeds. En binnen het christendom heb je, ik weet niet hoeveel, protestantse stromingen. En we hebben die katholieken hier in Nederland. Ja. Dat maakt het toch allemaal niet zoveel uit. En als je ook Mohammedanen, ja, nou en. In Nederland hadden we ook een cultuur dat op de tv, dan mochten de katholieken op de ene dag en dan de protestanten op de andere dag. En dan had je ook nog dat je een omroep had en die was dan helemaal niet van een kerk en dat mocht dan ook. Of er was een omroep en die was juist van alle kerken en dat mocht dan ook. Dus ja, de Mohammedanen erbij, wat maakt het uit? Helemaal geen oordeel was erover. Maar toen kwamen die berichten over, ja, rebellen en opstanden en toestanden.
Hier had je dat voor het eerst, die geluiden met Afghanistan. En daar zat vanuit Amerika werd de boel in Afghanistan opgestookt tegen de Russen en dan de Russen aan de andere kant. En dat veroorzaakte dan een conflict. En dan zat die Brzezinski vanuit Amerika. Die is nog gefotografeerd dat hij in Afghanistan geweren uitreikte aan Mujahedin. En daar zat Osama bin Laden bij. En Brzezinski was van de CIA. En Brzezinski was... Hij was een jezuïet, of hij was wat ze noemen een jezuïtische meeloper, medewerker. En de jezuïeten, dat is een orde binnen de katholieke kerk. En katholiek betekent universeel. Dat is de universele kerk. En dat zijn hele enge mensen. Daar hebben wij al problemen mee sinds het jaar 300. Dat was nog van voor Mohammed. Zijn Koran ding kwam. Sorry dat ik ding zei, maar ik bedoel het boek natuurlijk. Hè? Die geschriften kwamen. In het jaar 300 kwam de katholieke kerk. En die is er nog steeds. En wij hebben zwaar oorlog gevoerd tegen die jongens. En zij hebben gewonnen. Zo gaan die dingen. Nou, en de Mohammedanen die kwamen bij ons dan in een kwaad daglicht te staan vanwege die toestanden in Afghanistan. En dan vielen de Russen daar weer binnen en dan werden de Russen er weer uitgetimmerd. En dan ging Amerika, ging dan dus weer, dat was in de jaren 80, dat Amerika die ging in Afghanistan wapens leveren. Brzezinski. En dat was een jezuïet. En toen kwam bij ons die, ja, er kwamen er ook films van Rambo uit Amerika met Sylvester Stallone. Ja, ook over Afghanistan, allemaal toestanden. Nou, en toen kreeg je in Libanon toestanden. En dat was allemaal weer, steeds weer die Arabieren. Oh, die Mohammedanen. En dan kregen die toestanden met Irak. En hier in Europa waren mensen die waren bang van Saddam Hussein. Ik weet in die dagen dat ik in Wenen werkte voor mijn werk. Daar was ik dan een paar weken. En dat mensen daar benauwd waren. En ik zei, ja, benauwd. Irak is ver weg. En dan zeiden zij tegen mij, ja, ben jullie in Nederland wel. Maar wij zitten hier in Oostenrijk vlakbij. Maar een klein stukje is, dan zijn ze binnen. En zo begon het. En die beelden die wij voorgeschoteld kregen, sorry, die waren aan de ene kant overdreven. En aan de andere kant werden ze gesteund met allerlei echte berichten van terroristische aanslagen. Eerst in Afrika. En uiteindelijk dan die aanslagen van 11 september 2001.
En in die dagen dat die aanslagen van 11 september op de tv kwamen, toen waren er op de 1000 mensen er misschien 5 die, terwijl ze naar de tv keken, wisten dat het niet echt was. Dat het in scène gezet was. Dat het er te veel uitzag als een gelikte filmproductie uit Hollywood. Heiligwoud. Hollywood. Holly betekent het holy. Heiligwoud. Amerika is overgenomen ook door de Universele Kerk. En de Universele Kerk heeft haar leger verkozen dat dat in Amerika moest komen. Ze hebben eerst Duitsland volgepompt met wapens. En toen hebben ze van Adolf Hitler een hele gevaarlijke persoon gemaakt. En toen hebben ze de Amerikanen zo gek gekregen om tegen Adolf Hitler te gaan vechten. En zo heeft Amerika een enorm leger gekregen. En dat leger wat ze dan tijdens de Tweede Wereldoorlog konden opbouwen in de oorlog tegen Duitsland. Dat leger, dat is tegenwoordig normaal in Amerika, dat de Amerikaanse burgers zich daar helemaal scheel aan betaalt. Dat vinden ze daar stromnormaal. En dat leger, dat gebruiken ze om de hele wereld te domineren. Dat is de Universele Kerk. Er zijn helemaal geen leuke mensen. Maar goed, die lui hebben er dus voor gezorgd dat wij bij het aanschouwen van een hoofddoek al helemaal in paniek raken. Om van een tulband nog maar te zwijgen. Zo werkt de propaganda. En die werkt dan niet op zo'n moment voor die 5 mensen op de 1000 die in de gaten hebben dat ze naar propaganda kijken. En de rest heeft het niet in de gaten. En die worden beïnvloed door die propaganda. Dat heet mind control. En ze weten precies hoe dat werkt. Die jongens en meisjes van de katholieke kerk, van Babylon dus, zijn enorm gestudeerde lui. Dus, als wij hier gaan studeren, dan mag je blij zijn dat je 4 jaar lang naar de universiteit mag. Zo'n beetje. Als je het haalt. De kwaliteit van het onderwijs hier in Nederland is ongelooflijk teruggeschroefd. Ook nog een keer. En daar kunnen wij het mee doen. Als jij meedoet aan die universele kerk, lui, dan krijg jij rustig 16 jaar onderwijs. Nou, geloof mij, als jij 16 jaar lang in de klas mag zitten en van de allerbeste leraren en de allerkundigste lui, want die hebben ook allemaal zoveel jaar onderwijs gehad, krijg jij onderwijs? En dan word je een slimme jongen. Maar dat hebben wij niet. Wij krijgen een paar jaar toegeworpen. Wij worden bewust dom gehouden. En dan zijn wij ook niet meer verbaasd als wij op tv zien hoe een gebouw, opgetrokken van industrieel staal, van 440 meter hoogte, hoe dat in 17 seconden niet alleen in elkaar zakt, nee, het verandert ook nog een keer in stof. En ik heb dat op dat moment ook aanschouwd.
En ik dacht echt dat het van die vliegtuigen kwam. Dus ik zag op tv zo'n vliegtuig in zo'n toren. Poef. En die dingen bleven dan een uur staan nog. Een beetje rook kwam eruit. Nou, een beetje rook. Nou, maar er was geen uitslaande brand. Ze stonden als sigaren stonden die dingen te smeulen. Meer niet. En dan in ene, 17 seconden. En heel New York onder het stof, bij wijze van spreken. Jeetje, die mensen zagen er niet uit op die foto's. Auto's helemaal bedekt onder een laag stof. Ja, vind je het gek? Al dat stof, dat was eens een gebouw van 440 meter hoog. 100 verdiepingen. Nee, dat was een grote jongen. En wij, ik dus ook, ik in eerste instantie zie dat vliegtuig erin vliegen. Ik zie die dingen veranderen in stof. Ik ga ervan uit dat mensen die bij de tv werken, die doen hun best om het zo goed mogelijk vast te leggen. Dus ik ga ervan uit dat dat wat ik gezien heb, dat het ook echt zo was, dat het in het echt zo was. En dat dus kennelijk als een vliegtuig in een toren knalt, dan kan die hele toren. En dat neem je dan maar eventjes voor waar aan. En je hebt vervolgens wel weer belangrijke dingen om over na te denken. En je denkt er eigenlijk niet meer goed over na. En zo was ik. Tot ik in 2005 En sprak ik een jongen en ik had een tijd gewoond in Amerika en die woonde daar ook ten tijde van de aanslagen. En ik vroeg aan hem, hoe zit dat nou met die aanslagen? Was daar soms wat mee? Hebben wij soms niet alles gehoord? En toen zei hij van, nou, ga jij maar eens kijken naar die en die documentaire. En dan trek je eigen oordeel maar. En ik vroeg nog aan hem van ja, is dat dan wel betrouwbaar? Is dat geen tijdverspilling? En toen zei hij van nee, dat is geen tijdverspilling. Dan moet je gewoon even kijken en dan je eigen oordeel trekken. Dus ik ben die film gaan kijken. Die documentaire film. En toen wist ik dat dat wat ik op tv had gezien, daarbij was veel meer aan de hand. Namelijk, die torens die zaten helemaal vol met spul. Dat was een nauwkeurig voorbereide controlled demolition. Op een manier die ze waarschijnlijk. Nou, die hebben ze in het geheim getest. Als ze het überhaupt getest hebben, misschien hebben ze het er wel gewoon op gewaagd. Dat het in één keer zou werken. Aan de andere kant, de aarde is groot genoeg om ergens een proefterrein op te stellen en dan het te doen met een gebouw van 50 meter hoog of zo. En als dat dan lukt, dat je dan voldoende weet om een ding van bijna 500 meter hoog weg te blazen. Want je moet dat ook nog in stof veranderen. Het is. Wat ze nou precies gebruikt hebben, is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Er is een publicatie van een vrouw, en die heet Dr. Judy Wood, of Woods, van Woud, bos. Judy Woods. En die zegt dat er gebruik is gemaakt van een wapen. Van een wapen wat gebruik maakt van hetzelfde principe als een magnetron. Zo'n dingetje waarmee je melk opwarmt. Nou, zoiets. En dan tot een wapen verbouwd. En dan een apparaat maken wat rustig 10 miljoen mag kosten.
Het maakt ze echt niet uit. Geld is geen probleem. Zij zijn eigenaar van het geld. Dus ze doen met geld wat ze willen. En dat ze dus een gigantisch magnetronkanon hebben gebouwd. Zou kunnen. Er waren aan de binnenkant ook dingen bezig. Dat, ja, als je kijkt naar het feit dat je allemaal spul van binnen naar buiten ziet vliegen, dat duidt er toch op dat er binnenin een soort van explosie heeft plaatsgevonden. Dus, een combinatie misschien? Kan. Het was in elk geval totaal doorgestoken kaart. En bedoeld om de Mohammedanen in een kwaad daglicht te stellen. Het was een enorme media-operatie, waar heel veel operaties aan vooraf gingen. Want ook al die andere dingen, het feit dat Jerzy Buzinski geweren uitreikt aan Mohammedanen, dat geeft bij ons al een gevoel van nou zeg, wat zijn er van lui. Het maakt op ons in feite een achterlijke indruk. Want wat voor wapens waren dat nou? Kalashnikovs. Ha 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 ha. Dus er is een heel negatief beeld geschetst in de Nederlandse samenleving van de Mohammedaan in het algemeen. En dan komen de Mohammedaanse mensen naar Nederland toe. En die worden door de Nederlanders gezien als, jullie zijn Mohammedaan. Dan zijn jullie mogelijk ook zo. Want dat hebben wij gezien op tv. En dat zit heel diep. Dat komt omdat we er jarenlang mee geïndoctrineerd zijn. En dan hoeft een Mohammedaan ook maar iets stoms te doen. Dan gaan wij Nederlanders gelijk denken, zie je wel, hij is toch een Mohammedaan. Daar kunnen wij niks aan doen, dat zit bij ons door die propaganda erin. Dus. En dat krijg je er niet zomaar uit. Is het niet handig voor jullie natuurlijk. Om het eerlijk te zeggen, een behoorlijke tegenslag. Daar zaten jullie niet op te wachten. Nou, ik laat nu even een pauze vallen. Dit is wel hoe het is. Ik heb enorm te doen met jullie. En dan kan je zeggen van ja, het gaat met ons voorlopig wel. En hier in Nederland, het valt toch wel mee en zo. En dat hoop ik dan ook maar voor jullie. Maar ik leef momenteel ook van weinig geld. En ik ontdek dat je best van weinig geld kan leven. Dus, nou ja, dan valt het allemaal wel mee. Maar op de termijn is er een. Op termijn zie ik donkere wolken. En dat komt omdat dat negatieve beeld wat er bij ons ingeramd wordt. Dat kan je wel negeren en je eigen gang gaan en nou ja, denken van wacht, laat maar zitten. Hè. Maar dat negatieve beeld, dat is onterecht. Het is een leugen. En het is een leugen
op een hele grote schaal. Een allesdoordringende schaal. En wat ze ook nog doen, is dat ze met opzet conflicten gaan veroorzaken met Mohammedaanse mensen hier in Nederland ook. Ze stoken de boel ook nog op met echte feiten in de krant. En dan zijn er ook nog eens Mohammedaanse mensen wiens kinderen vuurwerk gooien naar rouwstoeten. En dan kan je op je kop gaan staan, maar dat kan helemaal niet positief zijn. Dus die leugen, die moet eruit. Met andere woorden, het is in het belang van de Mohammedaanse mensen dat er een excuus komt namens alle Nederlanders in het algemeen, waarin de excuses wordt aangeboden aan met name de Mohammedanen voor het feit dat wij ze geassocieerd hebben met terroristen die 9-11 hebben gedaan. Dat was een valse beschuldiging. En dan biedt het Nederlandse volk eenmalig een wiedergutmachung of zo. Weet ik veel, dan betalen wij het suiker voor het eerstvolgende suikerfeest. Alle suiker op onze kosten. Dat zou terecht zijn. Want een leugen is niet te accepteren. En het fijne is dat als je weet hoe de aanslagen van 11 september in elkaar zaten en wie erachter zaten, wie de werkelijke daders waren, dan weet je ook in één keer hoe de hele geschiedenis in elkaar zit. Dus best handig. Als je 9-11 die aanslagen zuiver doorspit, dan kom je uit bij de Jezuïeten en dan weet je al hoe laat het is. En die waarheid dat de Jezuïeten, de katholieken, de universele kerk, die nare mensen, dat die onze vijand zijn. En dat ze het allerslechtste met ons voor hebben. En die waarheid die geldt voor de Mohammedanen dus ook. En deze mensen zullen niet ophouden. Dat eventjes over de status van hoe we hiervoor staan hier in Nederland. Je bent een oorlogsgebied ingewandeld. Denkende dat je de vrijheid tegemoet hebt gehold. Dus ik zal er misschien dat ik nu, als je zin hebt, dan kan je nu ook even op pauze drukken. Een thee gaan halen. Ik ga dan wel even door en doe je pauze. Ja? Het is belangrijk dat je alles wat ik tot nu toe heb gezegd, eventueel 3 keer gaat beluisteren. En dat alles wat ik tot nu toe heb gezegd, dat je dat laat horen aan je Mohammedaanse vrienden en vriendinnen. Want het gaat om de waarheid. En dat Osama bin Laden achter de aanslagen van 11 september zat, is een leugen.
En de keiharde bewijzen dat het naar de Jezuïeten loopt, die komen eraan. Qua kennis. We hebben een hele behoorlijke geschiedschrijving over de activiteiten van de universele kerk. Wij weten bijvoorbeeld dat de Italiaanse maffia, dat die opereerde als filiaal van de universele kerk. Het was een tak van die kerk, was de maffia. De universele kerk heeft in Amerika een tijd lang een algeheel drankverbod, alcoholverbod opgelegd. En vervolgens zijn ze zelf begonnen met het illegaal verspreiden van alcohol. Zo werkt de katholieke kerk. De katholieke kerk heeft oorlog gevoerd tegen China in de 19e eeuw, omdat China de drugsdealers van de katholieke kerk het land uitzette, of in ieder geval het handelen onmogelijk maakte. Want de katholieke kerk was op grote schaal heroïne aan het dumpen, opium aan het dumpen, op de Chinese markt, tegen kraakprijzen. En Jan en alle man die gingen aan de opium. En toen de Chinese overheid daar wat tegen wilde gaan doen, toen kregen ze het monster erachter op bezoek. Dat was het Britse Rijk. Het Britse Rijk is ook van de katholieke kerk. Alles is van de katholieke kerk. Dit staat allemaal in de Bijbel. Ook nog. Want, en daarom is dit ook belangrijk voor Mohammedanen, om uit te leggen dat de katholieke kerk, die heeft een geschiedenis. De katholieke kerk die komt uit Babylon. Daar hadden ze een geloof waarbij de koning was een god. De koning was god. Dat was de heilige vader, laat maar zeggen. En dan had je daaromheen een militaire tak. Dat was tevens politie. En die kwamen bij je op bezoek als jij stout was geweest. Maar ze hielden ze dus het volk in bedwang. En ze hadden nog een tak en die was verantwoordelijk voor het innen van het geld. De belastingdienst. En de derde tak, dat was de tak van de priesters. En die priesters die hadden dan oude geschriften en allemaal rituelen en die keken naar de sterren en die zeiden dan dat het Sint Juventus dag was en dat we allemaal eerder naar bed moesten of iets anders. Feestdagen noemen ze dat. Heilige dagen. Met de maan en de sterren. En die priesters die predikten dan van een godenrijk. Voor ieder wissewasje was er een god. En dan helemaal bovenin het koninkrijk van die goden. Het godenrijk. Helemaal bovenin een godheid en dat is een vrouw. Dat is heel belangrijk. Dat in de hiërarchie van goden is de topelement is een vrouw. En die koning is een man. Snap je? Dat is de eenheid van kerk en staat. Dus die kerk, dat is die vrouw er helemaal bovenin. En is de God vrouw
En die koning is de god man hier op aarde. Er was een god vrouw in de hemel en een god man hier op aarde. Snap je? Dat is Babylon. Dat is waar Mozes... Wat Mozes in de band doet. Dat mag niet. Zo zit het niet in elkaar. Als je wat wil zeggen over God, dan is dat vrij simpel. Dat is namelijk dat er één God is. En in principe kunnen wij christenen de Mohammedaanse eed, la ilaha illallah, die kan je in het Nederlands vertalen met er is geen God, God is. Nou, en als je die vertaling hanteert, dan zeggen wij amen. Want zo is het. Er is één God. En die is het issende. Dat is wat wij christenen geloven. God is de werkelijkheid. En de rest is schepping. En die werkelijkheid is geschapen door God. God is de schepper. En er is één schepper. Geen twee. Dat zou niet kunnen. Ja. Eén schepper. Want als je twee scheppers zou hebben, dan zouden die twee scheppers van tevoren moeten overleggen. Maar nee, ik wil eigenlijk zo weer gaan scheppen. En dan zegt die andere schepper, ja, dan zeg jij nou wel, maar ik wil meer zo. Ja. Ja, die twee moeten het eerst eens zijn voordat ze gaan scheppen. Nee? Ja. Maar als ze het eens zijn, die twee scheppers, dan is er de sprake van één schepper. Daarom is er maar één schepper. Dat is logica. Dat is christendom. Dat is de christendom. Dus Mozes. Ja, Mozes. En voor ons christenen is het de Bijbel, is het boek. Aan de Bijbel is alles bij elkaar 1000 jaar gewerkt. En is geschreven in 3 talen. Het Oude Testament, dat komt van de Joodse mensen. En dat is geschreven in het Hebreeuws voor 90%. Zo. Heel veel Hebreeuws. En een beetje is Aramees. En het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Want in die dagen was Grieks een hele populaire taal. Net als het Engels nu. Iedereen kon wel een beetje Grieks. En daarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Dus dan heb je 3 talen voor ons christenen. En wij hanteren de Koning Jacobus Bijbel van 1611. En daaraan verwant de Nederlandstalige Statenvertaling uit 1618, 19. Dus niet lang daarna gekomen. En de King James vertaling is in het Engels van die dagen. En de Statenvertaling is in het Nederlands van die dagen. Dus oud-Nederlands. Heel goed te lezen. Sommige woorden moet je even nazoeken. Daar heb je een woordenboek voor. En ja, dan heb je nog los daarvan heel veel bijbelstromingen met afwijkende bijbels. En voor ons is dat niet aan de orde. De King James was de eerste. Volledig vertaalde uit het Grieks en Hebreeuws en Aramees. De eerste volledig vertaalde versie van de Bijbel. En daar is aan gewerkt door 50 mensen
voor een periode van 7 jaar. Daar is lang aan gewerkt. En ik weet tot nu toe niets van een vertaalfouten vanuit het Hebreeuws naar het Engels of vanuit het Grieks naar het Engels. Er is 1 dispuut over het gebod van Mozes, wat vertaald is in het Engels met thou shalt not kill. En in het Nederlands is dat vertaald met gij zult niet doden. En nu zijn er mensen en die zeggen dat in het Hebreeuws, en dat is de taal waarin het geschreven is, dat daar staat, gij zult niet moorden. Nou, en dan is nu nog de vraag, wat moeten we hanteren? Maar voor het gemak zeggen wij christenen dat we niet zullen doden. Dus de doodstraf is voor ons dus niet aan de orde. Eigenlijk. Vinden we dat. Als je het Hebreeuws zou hanteren, dan zou de doodstraf wel mogen. Want doden is dan niet verboden. Moorden, dat is wat anders. Hè? Dat is, moorden is het doden van onschuldige mensen. En dat door Mozes was gezegd. En op zich niet doden. Maar voor het gemak kan je nu zeggen van, en dat doen wij christenen dan, gij zult niet doden. Dan is er ook geen discussie over. Dan is de doodstraf van de baan. Dan doen we dat niet meer. Lijkt mij ook goed. Ik werk nu als ondersteuner in de gehandicaptenzorg. En de mensen die daar dagelijks verzorgd moeten worden, die moeten dagelijks verzorgd worden. En die mensen kunnen helemaal niks. Ja. En met die mensen moet je nog oppassen ook, want ja, als je dingen niet goed doet, dan kan de zaak nog uit de hand lopen ook. Daar gelden allemaal regels voor. Je mag daar niet zomaar naar binnen. Ik wel. Ik ben de schoonmaker. En ik ben ook uitgeprobeerd hoor. Zo. Dan kan hij dit, kan hij dat, kan hij zus. En nou mag ik daar. Ik wil maar zeggen, die mensen hebben geen economische waarde. En familiebezoek, ja. Nou, niet veel. Ik zou het eens moeten vragen. En er zijn niet veel mensen die daar op bezoek komen en ja, dat er een soort van feest is voor mensen van buiten ook. En nee, het is eigenlijk een plek waar die mensen in leven worden gehouden. En ik vind dat dat zo hoort. Gij zult niet doden. Je houdt iedereen in leven. En dat mag best wat kosten. Er zitten daar mensen en die worden 1-op-1 begeleid. Dat betekent dat je dus voor het begeleiden van zo iemand, die moet 24 uur per dag, moet daar iemand 1-op-1 op zitten. Die heeft niets anders te doen dan met die persoon om te gaan. En als die persoon dan slaapt, nou ja, dan wordt het wat makkelijker. Maar zo gauw die wakker is, dan moet je er gelijk bij zijn. Nou, dan kan jij uitrekenen wat dat de samenleving kost. En toch hou je die mensen in leven. Want gij zult niet doden. Dat geldt voor ons christenen. Die en alle andere geboden van Mozes. Dat maakt ons heel vrij.
Want als je die dingen die Mozes zegt, als je die overtreedt, daar word je niet blij van. Dat moet je niet doen. Een hele belangrijke van Mozes is: eert uw vader en uw moeder. En er staat achter als toevoeging: opdat uw dagen hier op aarde verlengd worden. Of zoiets. Er wordt gezegd: eer je vader en je moeder, want dan leef je langer. Je verlengt je eigen leven door je vader en je moeder te eren. En dan voor jullie Mohammedanen hier in Nederland. Hier hebben wij een probleem gekregen. Dat is begonnen in de jaren 60. En dat was dat er allemaal huwelijken uit elkaar gingen. Er kwam een scheidingsgolf. Toen ik op mijn 11e had dat mijn ouders uit elkaar gingen, was ik de eerste zo'n beetje op het schoolplein. Ik schaamde me diep. En ja, met die schaamte die je dan voelt als kind, die schaamte is een leugen. En een leugen brengt niks dan vervelendheid voort. En zo ben ik heel erg van het goede pad afgegaan. Toen ik 11 was, 12, ging ik vechten op het schoolplein. Ik pikte helemaal niks meer, van niemand niet. Mensen zaten mij te treiteren en zo, die dachten met mij van alles te kunnen doen. En ging ik vechten. Afgesproken dan. Hè? En ik won zo goed als alles. Ik won ook van jongens die groter waren dan ik. Die kon ik wel aan. Ik was heel snel. En frontaal in de aanval. Geen gesodemieter. Maar daar red je het niet mee. Dat interesseerde mij toen niks. Ik was losgeslagen. Door de scheiding van mijn ouders. En toen kwam ik in contact. Toen kreeg ik de Bijbel in handen. Zo begon het. Ik maakte eerst kennis met christenen. En daar weet ik helemaal niks meer van. Het waren wel aardige mensen. En uiteindelijk kreeg ik een Bijbel in de handen geduwd. En er werd gezegd: nou, deze mag jij lenen. Want we kregen les uit de Bijbel. En dan is het de bedoeling dat je thuis ook gaat lezen. Zo kreeg ik een Bijbel. En later kreeg ik een eigen Bijbel. Toen was mijn vader was toch weer teruggekomen. Die werd toen ook christelijk. Die ging ook bij die kerk. En dat Bijbeltje heb ik nog steeds. En ik heb nog wel meer Bijbels. Maar de mooiste Bijbels die ik heb, dat is de King James en de Statenvertaling. Dat zijn mijn Bijbels. En via het internet kijk ik, als ik wat nodig heb, zoek ik het op internet. Maar zo'n boek is wel leuk. En ik heb er dus een aantal. Ze worden hier op straat uitgereikt. Je kan zo, daar krijg je geen puistjes van als Mohammedaan, hoor. Je hoeft me even te vragen. Ze staan wel te evangeliseren hier in het centrum van Arnhem. Maar misschien ook wel elders, als je, ik weet niet waar je woont. En dan kan je gratis een Bijbel krijgen.
of een stuk uit de Bijbel? Om dat even uit te leggen, de Bijbel, dat is een bibliotheek van boeken. En die boeken staan helemaal los van elkaar. En door die boeken loopt een rode draad. Dat is heel apart. Maar wat op de ene pagina staat, dat staat dus een eind verderop in een hele andere context, staat daar hetzelfde. En gemodificeerd en dat zit heel bijzonder in elkaar. De Bijbel is een boek waar je, nou dat weet ik dus, lang op kan studeren. Er zitten heel veel opmerkelijke dingen in. Nou, waaronder de 10 geboden van Mozes. Gij zult niet doden, eert uw vader en uw moeder. Eén God, dat is genoeg. En niet knielen voor een beeld. Dat is het tweede gebod. Knielen, dat is... dat doet een ondergeschikte... Knielen is voor ons mensen een hele belangrijke, diepzinnige beweging. Als je dat met je lichaam doet. Knielen is iets wat vroeger werd gedaan door de man als die de vrouw ten huwelijk vroeg. Dan gaat hij knielen. En dan kan jij zeggen, ja, dat deden mannen toen, maar nu niet meer. Ja, dat klopt. Maar die houding, die lichaamshouding, die blijft. Probeer het maar eens uit. Als je toneel gaat spelen, dan... Maar je kan het ook met z'n tweeën uitproberen. Dan moet de een aan de ander wat vragen, maar dan moet hij eerst op zijn knieën. Moet je als spelletje maar eens doen. Meestal werkt het. Meestal als je op je knieën gaat liggen en dan smeek je erom, hè, dan krijg je het vaker als wanneer je er oppervlakkig naar vraagt. Knielen is een hele bijzondere houding voor het mensenlichaam. En dat doen wij. Dat doen wij. De man knielt voor de vrouw als die haar ten huwelijk vraagt. Maar dan is het ook afgelopen. En dan gaat het nog om het ten huwelijk vragen van een vrouw. Nou, oké, dan mag je misschien wel knielen. Maar eigenlijk moet dat niet. Eigenlijk moet je dus niet knielen voor je vrouw als je haar ten huwelijk vraagt. En niet dat het zo heel, heel, heel erg is. En we doen het nou niet meer. Maar in feite was dat al een overtreding van het gebod van Mozes. Want dan kniel je voor een beeld. Het is een hele diepe. Hè? Het beeld is dat zij jouw vrouw is. Dat is dat beeld. En daarom vraag je die vrouw ten huwelijk. Omdat je dat beeld hebt. En dan ga jij op je knieën voor dat beeld. En dat is niet goed. Mozes had helemaal gelijk. En wij moeten niet zo heel strikt zijn in het hanteren van dat soort dingen. Want, ach ja, je echt overal tot in het kleinste dingetje erop gaat lopen letten. Ja, dan mag je uiteindelijk helemaal niks meer. Ja. En het is toch wel leuk om... Ja, dingen te hebben, spullen te hebben en daar zuinig mee te zijn. En het is ook belangrijk dat als zo'n ding dan een keer kapot gaat, dat we niet dan heel rouwig zijn. En dat je dan denkt van ja, het was maar een ding. Ja. Niet je hebben en houden in een beeld stoppen.
En je kent dat wel, iemand die heeft dan een auto en dan is die heel erg bezig met dit ding helemaal goed te maken, zus en zo en zo. En dan is er een ongelukje in de straat en dan rijdt iemand er een deuk in. En dan is die man helemaal, wel 2 weken lang van slag. Nou, zal Mozes zeggen, zie je wel. Ik had het toch gezegd, niet knielen voor een beeld. Het is maar een auto. Het knielen voor beelden is het tweede gebod van Mozes. En dat is erop gericht dat jij moet knielen voor God. Dat moet jij de godganse dag doen. En als jij gaat knielen voor een vrouw omdat je haar ten huwelijk vraagt, dan kniel je op dat moment niet voor God, want je kan maar voor 1 ding knielen. Dus om jouw vrouw ten huwelijk te vragen op je knieën, neem je als het ware even ongeoorloofd verlof van je grote werk voor God. Zo moet je dat zien. En dat geldt dus voor het knielen voor al die beelden die je doet. En wat je ervoor terugkrijgt als je het toch doet, is dat je gehecht gaat zijn aan dat waarvoor je geknield hebt. En dan moet dat ook zo blijven. En daar begint een bron van ongeluk in jouw leven. Dat is christendom. Dat bedoelt Mozes. En al helemaal natuurlijk dat we niet gaan lopen knielen voor afgodsbeelden. Mozes zegt heel duidelijk van nee, het gaat me niet om afgodsbeelden. Het gaat voor mij om alles wat maar een beeldenis is van de schepping. Het maakt me niet uit. Ik wil niet dat je daarvoor knielt. Dus elk beeld niet. En dan zijn er mensen die zeggen van ja, maar dan mag je dus heel veel kunstwerken en zo. Die mogen dan dus eigenlijk ook niet. Ja, dat klopt. Even voor de Mohammedanen dus voor jullie. Van, ga in godsnaam niet naar een museum hier in Nederland. Je schrik je helemaal kapot. Ik denk dat jullie profeet, Mohammed, God zegen zij op hem. Als je die had losgelaten in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Ik denk dat hij had alles eruit geruist. Er was 1 grote zwarte wolk geweest en toen was het Stedelijk Museum van Amsterdam. Dat was nog minder dan de stofwolken van 9-11. En dan ben ik geen Koran-kenner, maar dit gok ik maar eventjes zo. Ja, het is maar dat ik het even weet. En Mozes zei dat. En Mozes is voor Christus. Christus heeft ook heel duidelijk gezegd, want ik ben hier niet om ruzie te maken met wie dan ook van de wet en de profeten, het Oude Testament. Helemaal niet. Ik ben de vervulling. Dat is wat hij zei. En hij maakte korte metten met gebruiken. Nou, dat wordt een heel leuk verhaal over Jezus. Daar ga ik hem oppakken. Ja? Ik ga nu even, dat kan jij ook even doen. Ik ga even wat thee erbij halen. En dan pakken we de draad op bij Jezus en kijken waar we dan in gaan belanden. Dat wordt heel interessant hoor. Want de situatie is complex. En wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen. Knoop dat even in je oren. Staat niet in de Bijbel hoor, maar die heb je dan van mij. Hè? En die frase luidt, als het leven makkelijk was, had God het zelf wel gedaan. Het leven is niet bedoeld om makkelijk te zijn. Het leven is wel bedoeld om het
het juiste te doen. En het juiste te denken. En je vrij te maken van de leugens. En op zoek te gaan naar dat wat de waarheid is. Daar krijg je een heel vrij gevoel van. En daar kom ik maar meer op terug als ik het zo dadelijk ga hebben over Christus. Hoe dat zat. Het wordt alles bij elkaar. Het is, ja, het is zondagmiddag. Ik hoef morgenochtend pas weer te werken. Tot straks.